Als waterschap staan we voor schoon water. Dat betekent dat we moeten zorgen dat het water in onze singels, in onze meren, in onze sloten en in onze kanalen van goede kwaliteit is. Belangrijk voor mens en voor de natuur. En Fred, ja? Vertel. Ja. Het waterschap wil het water zo schoon mogelijk houden. Klopt. Hoe meten we zoiets dan? Nou, we meten eigenlijk twee belangrijke aspecten. Eén is de chemische waterkwaliteit en de biologische kwaliteit. En de chemische kwaliteit meten we allerlei stoffen die we eigenlijk niet erin willen. Mm-hmm. Dus allerlei chemische componenten die schadelijk voor de natuur zijn. En bij de biologische kwaliteit meten we de planten, de dieren en een aantal chemische stoffen die heel belangrijk zijn voor de biologie. Bijvoorbeeld stikstof en fosfaat. En daarnaast hebben we ook twee meetnetten. Eén meetnet is voor de KEW, de kade dicht en water. Dat zijn onze grotere waterlichamen waar we extra moeten meten. En de andere is een regulier meetnet om een goed beeld te krijgen van al het waterkwaliteit in ons hele gebied. Dus ook het kleine boerenslootje, het plasje achter bij de kerk in de dorpskern. Dat zijn geen KEW waterlichamen, maar die willen toch weten wat de waterkwaliteit is. Hey Mieke, Fred die vertelde me net hoe jullie die waterkwaliteit dan meten. Mm-hmm. Maar hoe verbeteren jullie hem dan vervolgens? Op plekken waar we de waterkwaliteit willen verbeteren kunnen we verschillende dingen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar natuurvriendelijke oevers aangelegd bij de Strijnse haven en bij het Pierseelse gat. En wat we ook hebben gedaan is het aanleggen van vispaaiplaatsen, zoals hier bij het Brielse meer. Vispaaiplaatsen, dat zijn inhammetjes, water wat stil kan staan, waar het water wat meer opwarmt en waar vissen dus tussen de waterplanten straks hun eitjes kunnen afzetten. En zo verbeteren wij de waterkwaliteit.